Ik laat op deze video zien hoe je een sprang opzet in twee kleuren. Voor kleine stukjes sprang gebruik ik vaak een frame dat eigenlijk voor gimpen is. Het garen gaat steeds onder het tussentouw door, over de bovenkant van het frame, over het tussentouw en dan onder de onderkant van het frame langs. De tweede kleur gaat onder de eerste door en dan ook weer onder het tussentouw door, over de bovenkant, over het tussentouw en weer onderlangs. Opzetten met twee kleuren heeft het voordeel dat je gemakkelijker kunt zien welke draad je moet opnemen. Als alle draden zijn opgezet, neem je de draden die aan de voorkant van het tussentouw zitten op. Daarna duw je met je handen naar boven en naar beneden. Er ontstaat nu een nieuw veld van voor- en achterdraden. Ten slotte breng ik de bovenste breinaald nog één gaatje naar beneden, zodat ik iets meer ruimte heb voor mijn sprang. Ik ben nu klaar om mijn sprang te beginnen.